Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die er zijn niet true. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag 8 augustus. En ik ga vandaag op vakantie. En ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik ga namelijk naar Tenerife toe. En ik ben nog nooit op Tenerife geweest, dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zit nu in de auto. En ja, ik ga nog even wat eten halen voor onderweg. Als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een blauw duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met weer deze vakantievideo's. Nou, ik moest nog even medicijnen halen bij de apotheek. En ik dacht, dan ga ik gelijk even croissantjes halen, want dat is wel lekker. Dus dat ga ik nu even doen. Ik ga even met de auto. En dan moeten wij om 11:30 moeten wij weg. Dat is over een uurtje. En dan gaan we richting Schiphol rijden. Oké, dit is dus de situatie met de koffers. Het lijkt nu ook of we heel veel meenemen. Maar dat valt eigenlijk best wel mee. Valt wel mee. Auw. Oké, jongens, ik heb dit aan. Het is vandaag. Moet hij niet eerst aan? Hij is al aan. Oh. Vind je het leuk, joh? Zwijg eens toestemming. Ja, klopt. Die zwijgt hem toe. Oké, we hebben net de auto geparkeerd en we zijn nu op Schiphol. We hebben nog niet de security check gehad, want één ding is dicht. En we gaan nu richting de gate lopen. We moesten helaas alle koffers in het ruim doen, behalve mijn koffer. Lucky me. Dus wij gaan nu naar de security check. En dan vliegen wij om 2:50. Joe, wat hadden ze bij de security uit je zak gehaald? Zijn naamplaatje van Albert Heijn. Kan echt niet. Dit is van mij. En hij is niet van hem. Oké, wij zitten in het vliegtuig. Ik zit bij het raam, zoals altijd. Allemaal. En we vliegen over een 30 minuten als we geen vertraging hebben. En het duurt volgens mij 4,5 uur. Wij zijn op Tenerife. Wij zijn geland. Er was nog een heel gedoe, want Jules zijn koffer was kwijt. Papa's koffer. Het was een beetje raar, want we hadden alle koffers best wel snel. Idioot dat omheen. En ja, er bleef een koffer over op de band. En dat was precies dezelfde die wij hadden, alleen was die niet van ons. Dus toen wisten we al een soort van hoe laat het was en dat onze koffer was meegenomen. Maar gelukkig is het gelukt. Mijn naam stond gewoon op. Stond jouw naam op de koffer? Ja. Oh jee, en dan dacht ik. Ja, onze namen stonden er ook gewoon op. Maar gelukkig had die man een telefoonnummer op staan. Dus we hebben hem gebeld. En is onze koffer terug. We hebben ook gelijk de auto. Want we hadden hier een auto gehuurd. En dit is de auto. Het is een Toyota.
Jaris. Zo. En nu moeten we een uurtje rijden naar ons hotel. Wat? Ik weet gewoon welke auto ik zelf heb hoor. Volkswagen. Wat? En we gaan dus nu naar ons hotel rijden en dan eten. Oké, wij zijn bij ons hotel. Het was echt een heel erg gedoe. Er is dus geen parkeerplek. En we zijn net op de kamer geweest. Dat zag er heel erg leuk uit. En ja, die boom valt een beetje uit. We zijn nu even uit eten, want het is ondertussen 10:10. In Nederland 10:11. En we hebben nog niks gegeten, dus we hebben echt heel erg trek. En ik heb net pasta bolognese besteld. En ja, hamburger toch? Maar wel vegetarisch. Vegetarisch hamburger. Dat is niet waar. En daarna ga ik echt lekker slapen, want ik ben helemaal kapot. We waren net ook nog de portemonnee kwijt. Maar die hebben we alweer. Die hebben we nu net gevonden weer. We konden dus niet parkeren, de koffer was weg. Dus het gaat helemaal top. Love it. Eet smakelijk! Oké, wij zijn terug op die kamer. We hebben net zijn we uit eten geweest. En ik ga nu lekker slapen, want ik ben echt heel erg moe. En ik ga morgen de kamer en zo laten zien. Maar ik ga nu lekker slapen. Doei doeg! Oké, we staan dus in het licht. En het licht ging aan en uit. En dan gaat nu... Deze lift ga ik nooit nemen. Dit kan echt niet. Wat erg. Goedemorgen. Het is vandaag onze tweede dag op Tenerife. Het is namelijk vandaag donderdag. En wij waren best wel vroeg wakker. Toen hebben Joe en ik even een aflevering van Temptation Island gekeken. We hebben hem bijna afgekeken. En ik ben echt... Ik volg het zo erg. En ik ben echt diehard fan van Temptation. Maar wat vond je er van, tot nu toe van? We hebben echt maar 5 minuten gezien. Nou Ed. Nou, het was nu al spanning. Nee. Jawel. Maar wij zijn dus op Tenerife. Volgens mij zei ik net een ander land waar ik was. Nou ja, we zijn dus op Tenerife. En... Tenerife is ook geen land, hè? Maat. Nee, maar volgens mij zei ik echt een ander land. Het wel op Tenerife, niet in Tenerife. Anders gaat er iedereen zeggen, het is op Tenerife, op Ibiza, niet in Ibiza. Dat is zo irritant. En wij lopen nu richting de auto en dan gaan we, want het is vandaag best wel een beetje bewolkt. En dan gaan we naar de vulkaan toe. Wat zei je, pap? Het is hartstikke koud. Nee, ik heb wel gewoon een hemdje aan. En de rest van de week wordt het wel heel erg zonnig. Dus dan kunnen we beter deze dag naar de vulkaan gaan. En we gaan nu de auto zoeken en dan gaan we even wat eten. Wat hiervoor gemaakt is. Hij gaat gewoon, als ik één keer red, dan flikkert hij eraf. Oké, we zitten nu dus in de auto. En we zijn onderweg naar de vulkaan. We zijn nu eerst even aan het zoeken waar we kunnen eten. Papa wil heel graag bij de McDonald's, maar dat willen wij liever niet. En we moeten nog 55 minuten rijden. 55? Ja, dat is echt zo. Oké, we hebben even brood gehaald. Wat zit daarin dan? Ik heb een flauwbrood hier. Hier zitten denk ik die croissantjes in. Oké, we hebben net super lang in de auto gezeten en echt hele mooie dingen gezien. Maar we zijn aangekomen bij de vulkaan. Punt 1, ik heb me hier echt niet in verdiept. Ik heb wel examen aardrijkskunde gedaan. Dus ik weet dat dit de grootste vulkaan is van Tenerife. Dat weet ik wel. Dat is het enige wat ik weet. We weten niet eens hoe die heet. Ik weet dat wel. Papa, hoe heet de vulkaan? Oké, dat dus. Ik hoop dat jullie het horen, want ik ga het niet herhalen. En... ik heb eigenlijk ook echt geen idee wat voor soort vulkaan het is. Want het enige wat wij weten is dat er een schildvulkaan bestaat en een stratovulkaan. Dat hebben we geleerd met aardig. Zo ver wij weten, ja. En een caldera. Nee, dat is het wel, toch? Caldera is met zo'n grote krater. Nee, dat is een ingestorte... Ja, met een grote krater. Ja, een ingestorte schildvulkaan, volgens mij. Flap. En we zitten dus ook boven de wolken. Heel erg gek. En het is hier gek genoeg heel erg warm. Er staat wel een hele koude wind. Kik, hoop ik. Niet dat ik alles verkeerd zeg. Zit meneer Vermeulen dit te kijken?
Dat was uit met de pen. Oké, wij staan voor de vulkaan. Zie je hem vanaf hier? Nee, maar wij gaan dus met de kabelbaan naar boven. Oké, nu kunnen we lopen. Wij gaan met de kabelbaan boven naar de vulkaan om naar de krater toe te gaan. En dat is echt super, super vet. Het huisje die staat hier en je gaat dan zo helemaal naar boven. Echt. Met zo'n karretje ga je dus naar boven. Echt heel vet, wel een beetje eng. Kijk eens hoe vet het hier is. Dit is dus onderaan de vulkaan. En hier ligt allemaal zacht gesteente. Voelt het raar? Oh ja. Dit is zo raar. Oké, wij zijn in de Lidl. Even boodschappen doen voor deze week, zodat we dat even in de koelkast kunnen zetten. Oké, we zijn weer terug bij het hotel en we gaan nu lekker zwemmen. Heb je er zin in, Jo? Nee, ik ga niet mee. We hebben het zwembad nog niet bekeken, maar we staan dus echt in de allerkutste lift ooit. En hij trilt helemaal en net ging ook de licht uit. En het is nog middels alweer 4:30 en mijn haar ziet eruit zo'n plofdingetje. Nou, Jo en ik hebben hier net de hele tijd gelegen. Dit is het zwembad. Het is nou niet echt heel top of zo. Dus we gaan nu weer Temptation kijken. Wat? Het water is fucking koud. Ja, het water is echt heel koud. En dit is het binnenplaats. En daar is onze kamer, die volgens mij. Oké, Jo en ik hebben net Temptation Island gekeken. De laatste aflevering. Nou, ik dacht dat het de laatste was. Maar volgende week is nog, laat maar zeggen, hoe is het nu, weet je wel, zo'n aflevering. Dus na een aantal maanden. En heftig. Ik weet niet of iedereen Temptation keek, dus ik wil ook niet spoilen. Maar ik had het laatste, laat maar zeggen, wist ik. Maar ik had niet verwacht dat hij zo erg zou liegen. Maar ik ga nu dus mijn koffer even uitpakken. Want mijn spullen zitten nogal in mijn koffer. En we zijn hier wel 10 dagen. En daarna ga ik even make-up opnieuw doen, want Jules en ik gaan vanavond uit. Oké, het is inmiddels 8:00. Wij hebben ons helemaal klaargemaakt, gedoucht, alles. En wij gaan nu lekker eten. Hoezo de trap? Stop eens met die trap. Ik ga gewoon met de lift. En we gaan nu lekker uit eten. We hebben nog geen idee waar. En daarna gaan Jo en ik uit. Jo, er zitten wel beesten in de lift. Ja. En wat ik aan heb is dit shirt van de Bershka. En dit rokje van de Sting. Leuk hè, pap? Heel mooi. Dank je. Wat wil je doen, Jo? Wat wil je doen? Zout. Kijk even in de winkels. Oké, we zitten bij een restaurant. Het Zebra restaurant. Jo, welke pizza neem jij? De Temptation pizza? Ze hebben hier pizza Temptation. Ik ben vegetarisch, ik moet even. Oh ja, Jo is natuurlijk vegetarisch. Jo neemt graag de vegetarische kipnugget. Dat bestaat, hè? Dat bestaat echt. Oh. Oké, Jo en ik hebben net even wat gedronken en we gaan nu uit. Het is namelijk 11:00. Wat hebben we net gedaan? Beste. En wie heeft er elke keer gewonnen? Ik. Dus we gaan nu even naar de club lopen. Maar we hebben geen idee waar het is. We gaan dus over 5 minuten en we gaan zonder de taxi. Want we gaan even lopen. Ga je nog meisjes? Ga je nog meisjes fixen, Jo? Nee, geen behoefte. Ik hoef niemand meer. Hoezo? Nou, gewoon. Wie heb je dan? Wie heb je dan? Niemand. Nee! Oké, ik weet niet of jullie mij horen, maar wij zijn nu uit. Ik hoop
hoop dat ik wel een beetje scherp ben. Oké, Jul en ik zijn net naar 3 clubs geweest. Overal was het echt drama. Het was echt overal zo rustig. Moet er recht door? Ja. Nee, Jul, even serieus? Oké, Hans. Weinig kans. Nee, oké, maar we gingen dus naar 3 clubs. Het was overal echt super rustig en ik had geen internet. Terwijl we 10 gigabyte allebei hebben qua internet, maar hij doet het gewoon niet. Ze hebben net internet gevraagd aan iemand anders. Nu hebben we uiteindelijk de weg naar huis. Nu gaan we naar huis lopen, want het was gewoon echt heel saai. Half uurtje lopen. Ja. En we hadden een cola besteld met Bacardi, toch? Ja. Nou, die Bacardi was echt tot hier of zo. Dat was echt niet te drinken gewoon. Dus we gaan nu naar huis en dan gaan we zaterdag uit, want nu is het echt een ramp. Gisteren toen Jul en ik thuis kwamen, heb ik niks meer gefilmd. Het was heel erg rustig, dus we zijn best op tijd naar huis gegaan. Maar het was heel erg leuk met z'n tweeën. Heel raar om met mijn bordje uit te gaan, maar wel heel leuk.